Laten we even kijken naar die MeToo-beweging waar we het in de inleiding over gehad hebben. Dus dit hele controversiële gedoe over seksueel vrouwen, seksueel misbruik en zo, Amerika, dit, dat, hashtag MeToo begonnen. Maar op een gegeven moment, het is een beweging geworden. Maar dat komt omdat één persoon heeft gezegd, oké, is goed, ik ga mee. Tweede persoon heeft gezegd, oké, is goed, ik ondersteun. Omdat ik het heb gehad met dezelfde man of dezelfde situatie waarin je gaat. Maar dat wil zeggen, er is iets dat ze durven anders. En op een gegeven moment wordt het een beweging. En wat er daarmee gebeurt, is dat je dan wel erover durft te praten. Want de hele MeToo-beweging is zo ver gegaan dat ze tijdens, was het de Oscars, dat ze allemaal iets moesten dragen. Alle sterren van Hollywood moesten dragen. Om daarmee aan te geven dat ze zeg maar, het doel ondersteunen. Dus er is duidelijk afgewezen. Ik denk dat alle andere mannen die nu naar voren gebracht worden, dat ze inderdaad seksueel hebben gemolesteerd of verkeerde aandacht hebben gegeven, laat ik het zo zeggen, dat ze veel sneller mee worden afgerekend. Maar, dus dat wil zeggen, het kan wel. Ja. En ik vind wel dat als je inderdaad met één activiteit, zoals de Oscars natuurlijk alle ogen van de wereld op je gericht, maar dat je dat door een groep sterren die niet per se ermee te maken hebben gehad, wel een uitspraak kan doen, dat je wel een beweging op gang kan brengen. Ja. En daarom zei ik, ja, maar dan moeten we niet zo omgaan met die protestmars. Dan moeten we ook gewoon toch durven te zeggen, oké, luister nou, ook als er niet meer mee gebeurt, ik ga wel en ik ondersteun wel. Ja. En dan vind ik nog steeds, waarom durven we dat niet, dan word ik boos eigenlijk. Ja. Nee, weet je waarom ook? Er zijn vrouwen die niet durven naar buiten te komen, ondanks seksueel geweld, seksueel molest, geweld, wat je het wil noemen. We bekijken het dieper. In sommige gevallen is het zo dat de vrouw afhankelijk is van die man. En die pikt het gewoon. Al wil je anders zijn, maar je zegt, dan denk je, man, ik ga, als ik ga kappen, dan krijg ik niks meer van hem. En ik heb twee kinderen met hem en ik heb geen baan en ik ben helemaal afhankelijk. Dus het is goed dat wij als ouders onze kinderen leren op de eerste plaats een goede educatie te volgen. En ook, net als wat je zegt, leren om hoe je ermee moet omgaan, dat niemand aan je lijf mag gaan. We moeten onze ogen niet sluiten voor de realiteit. Vele vrouwen ondergaan het seksueel molest, het seksueel geweld. Huiselijk geweld, seksueel, maar altijd heeft het natuurlijk te maken met seks. En dan ondergaan ze pikken het, leidzaam, omdat ze financieel afhankelijk zijn. Er moet inderdaad verandering komen, maar die persoon moet ook willen. Dan gaan durven, we durven. Ja. Dan gaan we verder. Altijd, ja. Soms niet weten hoe. Oké, en als je toch een dagje durft en die man komt in beeld, dan ken je het verhaal. Ja. Maar ook, ik denk ook iets, zelf iets dieper, na de loop, na zo'n loop. Die vrouw gaat gewoon terug naar haar huis, terug naar haar man. De man weet dat ze naar zo'n loop is gegaan bijvoorbeeld. En wat gebeurt dan met haar? Gaat hij er dan straffen dat ze dat heeft gedaan? Dus daar denk ik denk dat dat ook een factor kan hebben gespeeld. Na de loop verandert niet veel. Ze gaat naar haar huis terug. Ja. Ze gaat terug in de situatie. Ben ik een beetje bang om na te denken dat juist die vrouwen die naar de loop zijn gegaan, dat juist zij geen seksueel molest thuis hebben? Je mag even terug naar het onderwerp. Want het onderwerp, we praten nu over seksueel geweld in huis. In huis, ja. Maar dan we praten dus eigenlijk nu over seksueel grensoverschrijdend gedrag van gewoon mensen in de algemene omgeving. Ja. Mm-hmm. En we hebben ze heeft het gezegd al, het gaat om simpele voorbeelden als nafluiten. Eén wat ik heb geleerd, is als ik op straat loop en mannen fluiten me na, is dat ik, maar doe niet altijd en ik loop nu zeker niet meer op straat, dus dat gebeurt gewoon minder. Maar ik ze confronteer. Nu dat ik me omkeer, zeg, wat heb je gezegd? Ja, dus wat heb je gedaan? Dus wat doe je? Doe het nog een kennen? Boy. En dan durf je geloof me. Ja. Ze zijn stil. Ja. En weet je bent er op een openbare plek. Call them out on what they did. Van wat heb je gedaan? Ik heb het een paar keer al gedaan. Heeft jouw moeder je dat geleerd dat je dat moet doen? Zullen we er even bellen om te kijken? Dus ga ver. Maar wel vrij agressief. Dat ik gewoon laat weten van, ik vind het niet leuk. Ja. Ik weet bijna zeker dat zo iemand dat nooit meer doet. Maar ik kan alleen maar voor mezelf praten. Ja. Maar ik heb het een paar keer wel gedaan. Ik denk niet dat je dat niet meer zegt.